Papi Schroom van PEC Zwolle staat hier. Ja, hoe is de wedstrijd gegaan? Nou, eerste helft hebben wij een hele goede helft gespeeld. Ik vond dat we hadden alleen maar boven zitten. En dat hebben we gewoon heel erg goed gedaan. Alleen nadat zij met 5 achter moeten spelen, is het best wel lastig doorheen te komen. Ja. Ja, daar hadden we moeite mee, maar ik denk dat we hebben wel een paar kansen gecreëerd en die moeten er dan in. En, ja. Het ging niet gelijk op. Nee. Ja, het is best wel lastig ook te bespelen veld met het weer, hè? Ja, maar goed, daar hebben zij ook last van. Maar eerst zelf hadden we wind mee en daar proberen we af en toe gebruik van te maken. Maar daar komt er wat meer op gevoel aan. Ja. En, ik had nog een op de paal. Zo en, nou! Ja, dat scheelde weinig. Dat scheelde weinig. En zulke ballen die moeten er dan in, wil je deze wedstrijd over de streep trekken. Ja. Ik weet dat het lastig wordt, omdat zij, je weet gewoon dat ze verdedigende vroeg zijn. Ze zakt heel erg in. En, helaas, ze hebben niet doorheen kunnen voetballen. Voelde je op een gegeven moment dat het 0-0 de enige uitslag was? Of had je zoiets, die call van ons komt er echt wel nu aan? Ja, ik geloof er altijd wel in dat we tot de laatste minuut kunnen scoren. Hij hoeft maar één keer achter te vallen en we zijn weg. Maar vandaag was dat niet het geval. En de voorzetten van de zijkant, of de bezetting was niet goed. Of de voorzet was niet goed. Ja. Maar we hebben heel wat energie erin gestoken. Maar helaas, Dus een gelijkspel, daar baal ik wel heel erg voor. We zijn het al beter gedaan. Ja. We hadden natuurlijk de wind mee, dus we hebben ons volledig vastgezet. Ja. En dan moet je gewoon wel de oplossing vinden. En de ene keer deden we het goed, de andere keer wat minder. En dat zijn weer leermomenten voor de volgende wedstrijd. Dat klopt, want ik vind dat jullie wel heel goed voetballen spelen. Het moet nog een beetje qua team een beetje erbij geschaafd worden elkaar te vinden, maar dat klopt wel, hè? Ja, we staan niet voor niks 6 dagen per week op hetzelfde met elkaar. En wij willen ook een voetballende ploeg zijn en ik denk ook dat we daar de kwaliteit voor hebben. En dat gaat elke keer weer een stapje beter. Ja. En, dus weer op naar volgende week. Kijk. En hoe bevalt het bij PEC Zwolle? Ja, nog steeds supergoed. Kijk. Het tweede jaar. En, ik loop weer met veel plezier rond, dus dat gaat goed. En wat kun je de supporters van PEC Zwolle zeggen om nog een beetje te supporten? Of heb je zoiets van, kom kijken, want we zagen het hier. Ik hoef onze support volgens mij niet aan te moedigen, want we hebben altijd een vaste groep die er zijn. Ja. En die staan altijd wel achter ons, dus dat komt wel goed. Maar goed, we gaan gewoon weer verder en morgen bespreken we het na en dan weer op naar volgende week. Nou, hartstikke bedankt. Ja, oké. Zet hem op. Dankjewel.